Erachter dus op de Team Rood met de Tom Ketterlij, Kasperian Alexander en Nick Hendriksen. Ronde Port staat op 10. 10 rondes nog te gaan. Dus als de hele uitzet is het vooral voor Team Rood. Het is het gevecht om ervoor te zorgen dat ze niet op een rondje gezet gaan worden. En is het voor Friesland vooral belangrijk om te zorgen dat elke wissel klopt. Dat elke wissel in orde is. Dat de jury nergens iets ziet dat niet helemaal volgens het boekje verloopt. Gelukkig gaat dat nog goed. Deze wissel nog voor de lijn. Ja, de volgende wissel weer zien bij Friesland. Zo! We weten dat het in de ronde wordt op 7 staat. Zijn we dus over de helft. Kunnen we Friesland rustig geconcentreerd de rondjes rijden. Elke wissel weer perfect uitkomen. Ervoor te zorgen dat elke wissel weer perfect verloopt. Ik speel hier de straatmiddag. Ik doe, de round up, dat is, hij ben ook nog gesloten. Hier ben je een mooie wissel. Maar hier zien we goede wissels. Bij Team Rood, ronde met top 5, 2/3 wedstrijd gehad. Goeie wissel. Zo zien we dat het gaatje mooi constant blijft. Telkens net geen halve ronde wordt. Staat het ronde wordt op 3. Is het Friesland dus aan de leiding met de gele helmcap. Hier een mooie wissel. Al die boeren wend en het wordt gelukkig steeds minder. Het is een slechte reclame. Maar het hoofd nog. Dan kun je nog aan de bellen voor de laatste ronde. Mag er nu dus niet meer over de lijn gegaan worden. Thank you.
als je klaar bent, dan meteen de kepjes inleveren. En we hebben helaas toch in de laatste wissel een disqualificatie voor rood.